ouders van kinderen in Marowijne die middelbaar onderwijs moeten genieten, zullen nu wel in staat zijn hun kinderen naar school te sturen met minder zorgen. De nieuwsdienst sprak enkele ouders en studenten die vertelden dat vooral het afreizen naar Paramaribo met hoge kosten gepaard ging en onbetaalbaar werd. Na de opening van de scholengemeenschap de Mungutapu deed een moeder verhaal bij de nieuwsdienst. Ik voel helemaal boos, want vorig jaar mijn meisje of mijn internaat, waar mijn best om mijn money mijn pa internaat. Maar nu, als ik op op ja, mijn pota meisje als ik ja, tot aboy slaag in naten, tot mijn oude meisje, SMO plus, aboy naten. Dus dat ik voel helemaal breed en ik voel boos. Want ik ben een kost toegewege ouders. Want ik ben investeerd naar een foto, schoolbus geld, internaat. Dat me veel zo boem, want mijn naam is Dorop. En mijn tachy, eigenlijk is het een grand tangy. Voor een boem roko die depot die zien naar Marowijne, Guinness-ma. Enkele studenten vertelden aan onze redactie dat door de komst van de scholengemeenschap Mungutapu er geen sprake meer zal zijn van een vermoeiende studiereis. IMEAO-leerling Tatjana Aluma zegt dat het nu aan de studenten ligt om te bewijzen dat zij door de komst van de school hogere opleidingen afronden en meer kader uit het district voortbrengen. Een andere ouder vertelt dat zij zelf familieleden financieel moest bijstaan, omdat het niet makkelijk was de kosten te dekken voor de reis naar Paramaribo. Hi, we vinden een boom. Dat is een middelbare school die je zo geen pikken voelt. Ik kan kosten voor de pikken bij mijn foto als ik kom. Ik heb ouders, want mijn pikken zijn bij foto als ik kom. Dat ik bij Shifa bij go. A ondersteuning die bij mij ik heb balang als ik sa. Dat ik bij het aan ga je. Want mijn man en mijn pa de tap leeftijd kaba 70 plus. Dat ik bij het aan ga ik is aan ga balang. Ik heb mijn ondersteuning die bij van oude voor. Maar ga doe bigi. A jaguasico at on your throw. En u de dankbaar taki u feno asiko ya so taki de piki fu because I be picking a mulo schola LBQ LBO fu koyaso. Staatsadviseur Gregory Rusland vertelde dat hij graag met de rest van de regering mogelijkheden wil bestuderen om een dependance van de Anton de Kom Universiteit neer te zetten in het district Marowijne. Op de scholengemeenschap Mungutapu kunnen leerlingen zich inschrijven voor het VWO, IMEAO, SMO, NATIN en de tweejarige en driejarige HAVO-opleidingen.